Sparen versus beleggen met een eenmalige inleg. Je ziet hier de rendementen van de Nederlandse spaarrente en een wereldwijde aandelenbelegging MSCI World. Hoe lees je de sheet? De tabel gaat ervan uit dat je eenmalig 10.000 euro stort in een jaar en blijft beleggen of sparen tot en met 31 december 2021. Welk eindkapitaal zou dat opgeleverd hebben als je die 10.000 euro op die spaarrekening of beleggingsrekening had laten staan? Stel, je neemt het jaar 2000. Dat jaar zie je een spaarrente van 2,6% en een rendement van -7% op aandelen. Nou, deze 10.000 euro blijft dus op die spaarrekening en beleggingsrekening staan tot en met 31 december 2021... En dan had je dus een eindkapitaal van 14.490 euro gehad op je spaarrekening en op je beleggingsrekening 33.614 euro. Een verschil van 19.124 euro en een verschil in rendement van 191,2%. En dat terwijl je op een iets wat minder gunstig moment bent gestart. Ja, deze sheet laat natuurlijk een extreme vergelijking zien, maar zo ziet de klant wel dat risico nemen loont. Belangrijk is om te benadrukken dat beleggen voor de lange termijn is. Dus de kans is aanwezig dat klanten grote dalingen gaan meemaken, zoals in 2002 en 2008. Dus het is goed dat ze zich dat realiseren, maar daarnaast moeten ze dus vooral de focus blijven houden op hun einddoel.